Goedemorgen, welkom bij Mijn Leven in Puin, weekendeditie deel 2. Dit keer ga ik niet falen. Het is 7 uur zaterdagochtend en ik ga nu opstaan, want ik kan iedere minuut gebruiken. Het feit dat ik bij mijn ouders ben, betekent ook koffie. Ja, dat kan ik niet afmaken. Oh, ik heb gisteren tot 12:30 gelezen, ook onder invloed van koffie. En mijn boek is nog lang niet uit en zondag moet de review online, dat is morgen dus. Nog meer dan 300 pagina's moet ik lezen. Het is een leuk boek, maar ik val gewoon iedere keer in slaap. Dus ja, dat is een van de dingen die op mijn lijst van de dingen die ik moet doen staat. Mijn to-do list dus. Maar nu eerst mijn snapshot diary. Blog geschreven, reacties beantwoord op mijn blog en nu rennen. Ik heb 50 minuten voor 10 kilometer. Wens me geluk. Ik heb het gered binnen de 50 minuten, maar echt net. Ik had eigenlijk liever sneller willen zijn. Maar kijk nou. Mijn mooie nieuwe schoenen. Ik had meteen nagels denk ik eerder moeten knippen. Ik ga ze nu proberen te redden. Kijk nou. Nou, ik heb echt van alles geprobeerd. Van koud water tot vanish. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb hem nu... Het vlekken lijkt er nu uit, maar ik heb heel vaak dat het dan eruit is. En als het dan opdroogt, dan komt hij weer terug. Dus kijk, het ziet er nu zo uit. Maar ja, ik zie nog wel dat de vlek er zit. Het is 9:30. Eindelijk tijd voor ontbijt. Eieren, bacon. Ik ben een beetje... Mijn darmen vinden het niet zo leuk door het lopen. Is het too much information? Anyway, ik ga even mijn mailbox bijwerken. En eten. Ik denk dat ik zo even koffie voor mijn ouders moet kopen, want ik heb erg veel al gedronken de afgelopen 2 dagen. Ik heb mijn Love and Share geschreven voor vanmiddag en interviews aangepast voor Metro en foto's gevonden. En ik ga nu even lezen, want ik moet nog 300 pagina's voor morgen 5 uur. En dan moet ik ook nog die blog schrijven morgen voor 5 uur. Wat ik nu wil gaan doen is iedere keer 50 bladzijden lezen. En dus als ik meer dan 50 bladzijden aan het lezen ben, dan val ik in slaap. Dus ik ga nu gewoon steeds 50 bladzijden lezen en dan ga ik weer wat anders doen, zodat ik niet in slaap val. Ik denk dat ik het wel goed voor elkaar heb op dit moment. Boek, 2 kopjes thee, zonnetje dat net opkomt. Heerlijk relaxe stoel. 50 bladzijden. Gaat me lukken. Je hebt 50 bladzijden gelezen. Het is nu 12 uur. Het klinkt net alsof ik het boek lezen niet leuk vind, maar het boek is echt heel leuk. Alleen ik heb die deadline, dus ik moet het lezen. Kijk nou, die bloedvlek komt gewoon terug. Hoe kan zoiets? Net was het weg en nu is het terug. Ik ga maar weer wassen. Oké, het ziet er nu weer uit alsof het bijna weg is. Ik ben nu eventjes thuis. Het is goed dat ik niet thuis ben, want het is nu alweer 28 graden. Ik moest een foto maken voor een Instagram post die volgende week online moet. En ik moet mijn administratie even zoeken, want dat ga ik nu bij mijn ouders doen. Ik weet het. Ik heb vorige week een printer gekocht. En nu ga ik de printer voor mijn ouders gebruiken. Maar het is hier gewoon echt te heet om hier heel de middag te gaan zitten. En ik had een nieuwe batterij nodig voor mijn camera, want die was leeg. En ik dacht dat ik mijn huis best wel netjes had achtergelaten. Maar toen zag ik deze afwas. En aangezien het thema dit weekend weer mijn leven in puin is, ga ik dat maar eventjes afwassen. Ik heb ondertussen ook maar eventjes lunch gemaakt. Dit heb ik al 2 dagen niet op. Dus we proberen even tijd om een acai bowl te maken. Dit keer zonder aardbeien, want die waren bedorven. En bij bedorven bedoel ik groen van de schimmel. Oké, tijd om weer naar het huis van mijn ouders te gaan, want ik ben hier 28 graden en die ben een beetje zat. Ik ben weer bij mijn ouders en ik heb net even een to-do list gemaakt van alles wat ik dit weekend moet doen. Obviously heb ik er ook alle dingen die ik al gedaan heb opgeschreven. Maar het is echt zoveel. Als ik dit allemaal afkrijg, dan ben ik echt superwoman volgens mij. Ja. Yeah. Good luck to me. Oh my god, oh my god, oh my god. Het is nu 2 uur. Dus ja. Yeah. Ik ga denk... Ja, waar zou ik eens mee beginnen? Boek tot en met pagina 400 lezen. Het zonnetje schijnt. Kijk, ik denk dat het beter dat boek overdag kan lezen. Want als ik het 's avonds ga lezen, val ik sowieso in slaap. Als je buiten zit, dan val je minder snel in slaap. Volgens mij. Dit is overigens echt de vlek that keeps on coming back. Eindelijk laten we naar de Hema te gaan om die map te kopen. Je gaat me niet vertellen dat ze uitverkocht zijn.
Got it. Ik haat printers. Serieus, it's not working. De inkt is mogelijk op. Serieus, mijn vader had het net bijgevuld vorige week. Oef. Oké, het was blijkbaar een kwestie van een paar keer op oké drukken en toen deed hij het weer. Want de inkt was dus helemaal niet op. Printers, echt. Ik snap het niet. Het is 2016, maar printers werken echt voor mij altijd alsof het nog 1995 is. Even een pauze. Of nou, ik heb even pauze. Roos heeft net een tas gehaald. En ik ga nu wijn pakken. Wil je echt geen wijn, Roos? Nee? Oké, okay, het is inmiddels 7:15. En ja, ik ben steeds bezig met die facturen. En het gaat niet zo makkelijk als ik hoopte. Ik wist dat het niet makkelijk zou gaan. Even een flesje in de koelkast leggen. Proost. Was het weer het goede idee om grote porties friet te nemen? Dit is de grootste portie. En er zit nog heel veel in. En ik heb een grote portie raspatat. Eén kroket. Een kalfskroket. Die ben je aan het appen. Dadida. Voor iedereen die nog nooit raspatat gegeten heeft. Het is echt veel minder lekker dan normaal. Dat is niet waar. Dit smaakt meer naar aardappelkroketjes. Zo lekker. Ja, maar ik hou niet van aardappel. Oké, nu mogen jullie wedden. Ga ik dit opkrijgen of ga ik het niet opkrijgen? Natuurlijk ga je dat opkrijgen. Normaal kijk ik altijd een serie als ik patat eet. Nu moet ik met jou praten. Die deed dit vroeger ook. Zijn kroket leeg eten met zijn frietjes. Ik niet. Duimpje omhoog. Oh nee, Roos is nog aan het eten. Dat is echt niet. Mijn zak zat super vol. Wie heeft het gehaald? Wie kan dat met eerlijkheid zeggen? Klaar. Je wil echt niet weten wat voor last dat is dat van mijn schouders afvalt. Het is echt... Oh, hier zit ik al zo lang tegen dat tikken. Kijk hoe het met mijn schoen gesteld is. Ja. Nu zit hier het probleem. Ik heb geen zin meer, maar ik vind het zo zonde. Oké, het is 8:30. Ik moet nog 50 pagina's in mijn boek. Of 150 pagina's, maar ik ga nu 50 pagina's lezen. En daarna gaat waarschijnlijk de zon onder, dus dan moet ik naar binnen verhuizen. Ik doe nu trouwens al meer dan een uur met één glas wijn. Ik denk dat het tijd wordt om naar binnen te gaan, want het is best wel donker aan het worden. Maar ik zit zo lekker. Ik kan het echt alleen niet meer lezen. Het stelt niet eens meer scherp. Ik ben in slaap aan het vallen. Het is pas 9:45. Dus ik ga even een dubbele espresso nemen. Ik moet nog 40 bladzijden lezen. Het is echt een leuk boek. Hij is uit. Nu moet ik bijna een beetje huilen. Of een beetje zielig. Het is bijna 12:00. Ik ga slapen. Het is nu al een paar weken achter elkaar op zondag niet zo'n zonnige dag. Had ik eigenlijk een goeiemorgen gezegd? Goeiemorgen. Het is bijna 12:00. Oh nee, 11:00, sorry. Ik heb ontbijt gemaakt. Het was een klein beetje mijn eieren vergeten dat ze in de pan zaten. Dus ze zijn half gefrituurd nu ongeveer. Maar ja, ik ontbijten en dan nog even verder met de to-do-list en dan naar joggen. Oké, ik bewaar zoals gewoonlijk het moeilijkste, de column voor Metro, voor het laatst. En ik ga denk ik nu naar Rotterdam, naar de Yoga Store. Ik ben best wel boe eigenlijk. Oké, change of plans. Ik heb net nog 2 dingen aan mijn to-do-list toegevoegd voor vandaag. Ik moet een blog schrijven morgen 12:00, want morgenochtend ga ik 32,5 kilometer hardlopen. Dus dan heb ik geen tijd om een blog te schrijven voor 12:00. En ik moet mijn planning voor mijn blog voor de komende week nog maken. Dus ik dacht dat ik bijna klaar was. Maar ik heb hier wel dingen toe kunnen voegen. Yay. Oh mijn god, ik heb gewoon een veetje gezet zonder het filmen. Ik denk dat ik maar eens richting Rotterdam ga. Ik heb alleen, het is helemaal geen lekker weer. Ik ben bij mijn ouders en dit is het enige broekje dat ik bij me heb. Ik ga dus in mijn hotpants naar Rotterdam. In de regen.
ben trouwens heel benieuwd. Misschien gaat het nog wel goed komen met mijn schoen. Als het, zo, het is niet heel mooi, maar als het zo blijft, daar teken ik voor. Daar is het. Jogger World. Hey Ran, kun je vertellen wat we hier allemaal kunnen beleven bij Jogger World? Jogger World kun je het mooiste sportkleding kopen. Ja. In Rotterdam op de Cosmic. Ja, en we hebben nu 50% korting toch op de hele zomercollectie? Ja, 50% korting op de Supernova en we hebben ook nog wat oude collectie. En eind september komt de nieuwe collectie. Eind september, ja. En die is heel mooi. Ik heb hem net gezien, hij is heel mooi. Ik wil alles hebben. Ja! Oké, ik ben nu met Aranka bij Dim Daily, want dit is de enige reden. En we hebben caterpillar sushi, maar dit is de enige manier hoe ik Aranka aan het lunchen krijg. Het is nu 3:30. Nee, 4:15. Nee, echt? Het is ook 3:15? Oké. Oké, mijn to-do list. Inmiddels 7:30. 7:30 en laat het. Oh, 7:30. Yes, ik heb nog een uur langer. Ik ben weer. En mijn ouders zijn thuis! Yay! Yay! Finally done. Het is inmiddels 10:00 en ik ben weer thuis. Ik heb mijn to-do list afgekregen. Ik had niet verwacht dat het zou lukken, maar ja, waar een wil is, is een weg. En als ik eenmaal zo'n lijst heb en ik ga er echt 100% voor, dan kan ik toch meer dan ik denk. Les voor de volgende keer. Gewoon doen en niet te veel denken. Maar er stonden zoveel dingen niet op die lijst die eigenlijk ook op die lijst hadden gemoeten. Dus ja, volgend weekend weer of het weekend erna of het weekend erna. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Bye!